Yo allemaal, welkom deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Thijs en vandaag heb ik een FIFA video voor jullie. Ik weet, het is augustus en niemand speelt meer FIFA. Maar er is een SBC uitgekomen, de 90x5. Nou, aangezien ik toch geen FIFA meer speel, maar ik vind het wel leuk om die SBC's te doen. Om misschien toch nog een Ronaldo of een Mbappé, u kent het wel, om die nog even in de club te halen. Want ja, dan ben ik natuurlijk verplicht om het nog weer even te gaan spelen. Want heel eerlijk, dat zou wel echt dik zijn om die te krijgen. Dus ik dacht, laat ik gewoon de SBC doen. Ik heb hem hier al klaarstaan. Ik dacht in eerste instantie dat ik een probleem zou hebben, omdat er stond dat je een Team of the Season of een Team of the Week moest hebben. Gelukkig heb ik gisteren een untradeable 83 rated Evans van Leicester City gepakt. Dus die kon ik er gelukkig in doen. Zoals ook de meesten van jullie weten, ben ik nu even 3 dagjes weg. Dus deze SBC is van de week uitgekomen. Maar ik dacht, ik upload hem nu pas. Dan heb ik in ieder geval een video voor als ik weg ben. Ik ben op dit moment even in Limburg. Ik ben daar gewoon een weekendje weg of een midweekje weg. Dus niet getreurd. Daarna ben ik gewoon weer lekker live. Maar ik dacht dus, dan hebben jullie in ieder geval een video. Dus dan gaan we nu even door naar welk team ik precies ga inleveren. Oké, dit is het team die we gaan inleveren. Ik had dus eerst die man die hier staan. Maar dat was niet nodig. We gaan even kijken of, stel, we kunnen nog een klein beetje naar beneden. Dat zou natuurlijk wel chill zijn. Ik ben zomaar bang van niet hoor. Maar goed, u weet het nooit. Kijk, we hebben gewoon nog een Haller. Dus misschien dat we ergens nog een 81 in kunnen touwtieven. Nee, dat kan niet. Dat is jammer. Nee, kijk, dat kan niet. Oké, dit is echt het minimale wat we kunnen inleveren. Deze Wissam Ben Yedder, ja. Goede record, die heb ik echt aan het begin van FIFA gepakt. Het was echt nog, wat was die, 50-60k of zo. Maar het wordt mijn tijd dat ons Ben Yedder uit de club gaat. Dus ja, deze gaan we gewoon even inleveren. Deze is tradable. En deze is ook tradable. Maar goed, die zijn 20k waard. Dus ja, we bakken hem er maar gewoon in. Kijk, dat is super chill. 370k op de bank. Deze gaan we meteen openen. Want dat brengt geluk. Je moet ze meteen openen. Wat zit erin? Is het een walker? Nee, het is geen walker. Het zijn ook geen borden. Oei, oei, oei. Maar dit is goed. Want als hier iets slecht in zit, zit zometeen in de grote pack wel iets goeds. Goed. Ik kijk niet. Ik hoor dat hij geopend wordt. We skippen hem. We drukken op R3. En dan op L2. En als het goed is, moet hij nu gefixt zijn. Onze eerste kaart is Awar Fudd's Birthday. Dat is gewoon een oké kaartje. Maar 90 rated, jammer. De tweede, Lucas Paqueta. Nee, dat is ook niks. Derde, Alessandrini. Oké, dan zit er nog twee erboven. Rossi. Oh, Mbappé misschien? Rashford. Ja, is dat een win? Ik weet niet. Is dat een win voor mij? Ja. Bij nader inzien is dit gewoon een dikke, vette dub. Dankjewel, FIFA. Twijfel. Wat ik misschien kan doen. Ja, want hem ga ik niet gebruiken. Ja, hem denk ik ook niet. Hem ook niet. En Awar, nee. Dat ik zo meteen die andere SBC ook nog ga doen. Want weet je, kijk. Op dit moment is dit mijn team. Nou, dan moet je die Kante natuurlijk even wegdenken. Die Ferran Torres kan ik nog verkopen. Maar die Awar is echt niet beter dan André. Dus in principe, kijk. Ja, ik gebruik Andreas CDM. Dus nee, is niet beter. Hij is ook niet beter. Qua schieten en zo wel. Maar die Awar oprecht echt een fucking beast defend. Ik kan Mandy in principe ook nog inleveren. Een Ruben Diaz, die ga ik ook niet gebruiken. Jongens, mijn excuses. Ik heb het weer eens verpest. Super dom van mezelf. Ik was gewoon vergeten mijn opname audio aan te zetten. Gelukkig heb ik de beelden nog vanaf mijn PlayStation kunnen krijgen richting mijn editingprogramma. Dus nu zien jullie even achteraf commentary. Ik weet al wat erin gaat zitten. Maar dat neemt niet voor jullie de spanning weg natuurlijk. We beginnen hier bij nummertje 1. Toby Alderweireld. Wat een topper. Dus hier zitten 10 spelers in. En dan gaan we gewoon door naar speler 2. Chiellini. Meteen een walkout. Super chill. Speler 3. Hazard. Speler 4 is Handanovic en 5 is Ginter. Zijn nog 5 speciale kaarten. Super, super chill. Speciale kaart 1, Hermoso. Tel mee. 2, Giacomakis. 3, Romarinho. 3, Cuadrado. En 4, Mason Mount. Ja, nee, ja, dit is op zich oké, maar nee, niet echt.
Ook heel dom van mezelf. Ik had beter eerst deze SBC kunnen doen. En dan die 90 keer 5. Dan had het me helemaal niks gekost. En had ik nog meer spelers in de club gehad. Mijn fout. Daarom ben ik een FIFA noob. We gaan even kijken of die Mason Mount beter is dan Kevin De Bruyne. Ik ben even autistisch. Dus dit moeten we weer even goed neerzetten. Even zo doen natuurlijk. Even kijken. Gaan we nog meer toevoegen. Die Rashford natuurlijk. En Mason Mount. Zo, dat zijn wel knijters goede kaarten hoor. Ik zeg je heel eerlijk. Ja, laten we die maar gewoon even toevoegen. Op deze manier. Nee, ja, die De Bruyne is toch echt wel een heel stuk beter dan die Mason Mount. Alleen de pace niet, maar ja, dat maakt niet uit. Dus ja, in principe, dit was alweer de video. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop jullie ook terug te zien bij de volgende video op mijn kanaal. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En later.